Skeleton, kom hier, your piece of shit. Hoezo ga je me beschu... Hoezo ben je dood? Yo, wat up, mensen van mijn knap, bij een nieuwe video van Minecraft Survival. Vandaag ben ik... alleen. Ja, het is echt heel lullig. Ja, als jullie het weten, is dit een Minecraft week, dus ik ga gewoon... Vandaag is een maandag. Dus nu zie je deze video gewoon woensdag, normaal, en vrijdag en zaterdag ga ik een video uploaden van Minecraft. Dus dat houdt dat in. Vandaag ben ik, ja, alleen. Dat is een beetje, jammer. Want we waren echt serieus klaar. We stonden klaar om op te nemen. Is zijn Alexanderse plus verlopen. Ja, hier ben ik dan, alleen. Goed. Ik moest nog een missie doen. Had ik nog beloofd. Maar ik wilde voor deze aflevering even skippen de missies en ook de quest. Dat doen we wel later. Ik wil gewoon eventjes, gewoon een kleine introductie. Hoe we eigenlijk ervoor staan eigenlijk. We hebben dus gewoon een Doggo Army. Hallo. Maar goed. Anoniem heeft in dit boekje heeft ze laten weten dat hierboven flink wordt gebouwd en een nieuw hoofdkwartier. En dat dit de nieuwe hoofdstad is van het land. Dus daar schrok ik wel een beetje van. Ik denk hoofdkwartier van de MH... Hoe heet het? De organisatie zit hier. Nee, oké. Voor wie we werken. Dat hier gewoon boven onze bunker gaat worden gebouwd. Dus ja, daar schrok ik wel enigszins van, maar... Ja, ook heb ik een mooi pakje, maar die hoef ik niet meer, want... We hebben een nieuw uniform gekregen met een mooi diamond zwaardje, een broek. Dus alles is hetzelfde, behalve de chestplate is veranderd. En dit was al zo. Je kan... dus oké, goed. Ik doe deze even open. En dan moet ik even naar de card room gaan. Want dat heeft ze ook wat veranderd. Het is vernieuwd. En de reden is dat ik zo nu loop. Is dat hier een nieuwe kaart op zit. En ik ga even eventjes eten. Voordat mijn poppetje gewoon helemaal onwel wordt. Maar dit is de nieuwe kaart. Hij is een stuk groter. Hier zit een stuk groot zee eromheen. Dus nu kunnen we ook goed kijken. En hier zie je een soort van desert. Ik weet niet dat dit goed is. Maar met dit lijkt niet echt zo. Dus ik hou hem maar zo. Zo. Dit gedeelte kenden jullie al tot een beetje tot hier. Maar hier stopte het. En toen was de desert een beetje... Ja, wat is het? Maar het blijkt echt een eilandengroep achter te zitten. En dat hier een soort van weggetje langs loopt. Want vorige aflevering wisten we dat hier dus netelijk een treinspoor was. Die dit gebouw, dit bouwplaats. Maar nu zie ik dat hier een gebouw met iets van water of blauwachtige blokken of zoiets. En hier ook iets anders is. Ik weet echt geen idee wat dit allemaal betekent. Maar daar komen we wel achter. Deze herkennen we wel. Maar dit is de dorp. Want dit is mijn basis. Waar ik echt heel veel aflevering aan heb gespendeerd. En dit is denk ik nieuw. En hier zie je een mooi plekje. Iets. Maar hier. Dit is de bouwplek. En hier zie je iets van een hijskraan of zoiets. Maar goed, dat wil ik ook even checken hoe ver ze zijn. Dat is wel heel belangrijk. Maar eerst ga ik even kijken hoe het met Piet gaat. Want vorige week hebben we Piet ontdekt. Midden in de basis van het Duistere Legioen. En toen dachten we, wat is dit nou weer? Want dit hoort niet echt zo te gaan. Oké, dikke leg spike. Morgen. Oké. En bunker even op slot. Oké, dat was even raar. Piet!
Piet, waar ben jij? Oh, wauw, er is maar één varken en twee. Oké, de koeien zijn een beetje door ons naar de aflevering. Hebben een beetje hier een soort van fight gehad. En we hebben heus niet alles gesloopt hoor, echt niet. ja, het is heel raar. Nou, uit voorzorg heeft Piet. Ah, ik zie Piet wel. Nou, dit is een beetje awkward. Het is best wel awkward. Best wel. Goed. Nou, Piet is daar lekker opgesloten. Door ons eigenlijk. Uit zorg voor. Ja. Gewoon. Ja, en dit de systeempje. Oh, mijn god. Druk ik de verkeerde knop in. Ja, dit systeem herken je wel. De nether portal. En dan klik je hierop. Gaat het eventjes helemaal kapot. Dat is best wel nice. En dan gaan we eventjes omhoog. En ik word de hele tijd geappt. Oké, daar zijn we weer. waarom crouch ik? Ik heb veel honger. Oké, nou, dan gaan we eventjes wat er nieuw is in het dorp. Ze waren aan het bouwen, dus ik ben er wel. Oké, dat is wel heel apart. Oh, hij heeft een tuin met pompoenen, dus ja, dat is nieuw. En daar zit een verschrikkelijk mooie basis, joh. Poeh, hoe. Maar ja, dit is wel mooi hoor. Hallo meneer de burgemeester, heb je mooi. Oké. Dat is iets anders. Meneer de burgemeester. Ja, sorry meneer de burgemeester. Ik ga wel weg, oké. Jeetje, je hoeft niet zo. Oké. Ik zie dat het best wel hoog is. Kan het nog hoger? Jip, kan nog hoger. Kan het. Oké. Dat is een hoog gebouw. En ik weet niet precies dat het af is, maar ik moet wel even kijken. Wacht even. Zag ik nou een skeleton? Kom hier, you're a piece of shit. Wat dacht je nou, hè, tegen mij? Ik ben sterk. Ik heb een boog met kracht 4. Ik kan deze chick het zomaar opblazen. Nee, grap, ik kan hem niet opblazen, maar goed. Oké. Ik wil eventjes in deze gebouw kijken. Ik wil niet naar beneden pleuren. Het lijkt me ook een beetje donker. En onveilig. Ik zie daar deuren. Ik zie hier nog wat steen. Is dit een generator? Ik durf niet te springen, want. Oké, daar kan ik wel op staan, oké. Oké, is al een trap. Yes, er is een trap omhoog. Yes, sir. Wauw, ik krijg echt een droge mond van het praten. Oké, dus deze is nog niet helemaal af, maar. Weet je, lag. Kom op, spel. Ik heb net mijn lek als Alexander erbij is. Niet als hij niet is. Alsjeblieft, gun mij ook gewoon wat. Hier. Oké. Die toren is bijzonder hoog. Echt heel erg hoog. En dit is een kamer met twee levers. En hier. Oh. Oké, blauw. Met een. Ja, dat. Ja, dat zit ook hetzelfde in elkaar. Ik heb nog een vermoeden, omdat hier een gat in de dak zit. Letterlijk, een gat in het dak. Dat hier een beacon. Je hebt net al gezien in onze. Ja, bunkertje zit een beacon. Maar die, dat is een fout, denk ik. Ja, dit maakt hem blauw. En. Ik ga het. Ja, hij. En dit maakt hem als het goed is rood. Yes. Nou, leuk concept hoor. Ja, origineel. Ik hou hem wel brood. Dan kunnen mensen niet zomaar naar binnen. Want ja, het is wel zonde dat hier wordt ingebroken. goed.
En nu denkt iedereen, oh, ik heb zoveel zin in. Maar ja, om ja, hierheen te gaan, om de toren te exploren, wat hier allemaal nieuw is, zit zelfs een kelder in, jeetje. Ik maak wel even een draaicirkel, oké. Een flinke lobby zie ik hier. Oké, hier stond volgens mij een hijskraan. Ik weet niet hoe hoog die was, maar die moet wel pittig hoog zijn geweest. En hier zie ik nog. Ja. Uiteindelijk gaat dit denk ik wel weg, dat het één straat wordt. En het hier bestaat denk ik. Wow. Ja, koe. Wat dan, hè? Schiet gewoon zelf gewoon een pijl in je kop. Dan heb ik ook wat. Hoezo ga je me beschuldigen? Hoezo ben jij niet dood? Hoezo mis ik mijn pijl? Hier, ga neer of zo. Wat voor zieke panzer heeft die koe in. Cap! Cap! Kippenvlees. Oké. Oké. Maar is dat alles? Ja, bij de voor van de Duistere Legioen. Maar ja, die hebben nu wel beveiliging. Want het is duidelijk wel wat inbraakspoor wat we vorige keer hebben. Maar ja, ik ga niet zomaar de zee op en naar de Duistere Legioen zonder een teamgenoot erbij. Snap je? ja. Schaap, hoe durf je mijn landschap te vernietigen? Ja, die spitter gaat dood. En ik weet niet hoezo het komt, maar mijn controle heeft één zieke iets in de controle is niet goed, iets in niet in orde, want hij geeft de hele tijd rare tekst. Oh wauw, hoe beveiligd? Brr, ik loop over. Parkour, oké. Alexander, dit heb je niet gezien. Ik kan me nu helemaal uitlachen, maar je hebt dat niet gezien. Ik ga de toren in, oké. Oké. De toren in. Hoezo noem ik de toren? Dit is een hijskraan, jeetje. Ja. Dit is een beetje matteling. Als die persoon dik is. Dan is dit niet echt een prettige baantje om te hebben, denk ik. Ja, heel leuk, moderators, dat je het goed wil belichten. Heb ik het. Ja, oké. Maar deze zou dan ook. Nee! Bijna dood. Maar ik kan wel in deze kijken. Hier kijken. God. Ja, zie je een creeper. Eigenaardig stil. Ik vind het te stil eigenlijk. En ik kan hier ook naar beneden. Oké. Is dit de generator? Nee? Ik ben teleurgesteld. Ik ben niet boos. Ik ben teleurgesteld. Maar die. Ik kan die toren eens niet zien. Omdat deze gebouw ook wel zo groot is. En dan word ik geblokkeerd. Heel leuk. Mag ik nu naar de top? Hoe zeggen jullie van nee, mag niet? Vind ik ook wel goed hoor. Yes. I am here. Yes. Op de haak van de ijskraan. Brr. Oké, daar is de ijskraan. Ik was net. Oké. Maar dit is ziek, though. Als Alexander hierbij was, die had dit te ziek gevonden. Oké, ook dat. Oké. Ik ben low. Ik ben zeer low. Oké, heel stiekem. Ik ga eventjes gewoon aan de binnenkant van de lobby kijken. Oké, wat is dit? Oké, gewoon een poephok. En dit. Dit is gewoon een introductievideo, denk ik. Voor de Minecraft Week. Hoe het gaat worden. Ik hoop dat Alexander morgen wel PlayStation Plus fixt. En op.
Dus dit is automatisch, maar buitenkant moet ik handmatig met de knop bedienen. Oké. Okay. Oké. Heel stiekem ga ik hier heel even naar binnen. Is hier security? Nee. Oké. Okay. Ja, dit is wel best wel mooi. Kan ik hierop? Yes! Ik ben de king. Werk voor mij. Ja, u mag niet naar boven. Een vis. Meneer de tropische vis. U weet dat u hier daarboven nog meer. Dat je ook gewoon omhoog kan. Je hoeft niet per se. Oké. Ik ga hier even kijken. En dit is. Een lift. Wauw. Het is een lift, maar ik wil. Maar een lift gaat meestal omhoog. Maar ik kan ook naar beneden. Het wordt donker. Oké, shit. Ja, dit is een trappenhuis. Die ga ik even lekker niet exploren. Hoezo? Denk ik jullie een hype gegeven. Ik hoop dat jullie hyped zijn. Op de nieuwe. Ja. Wat allemaal nieuw is. Ja, om de aflevering is er wel wat nieuws in de Microsurvival wereld. Maar ja. En dat is blijkbaar veranderd. Oké, dus. Ja, ik hoop dat morgen wel eigenlijk Alex. Ik zeg maar morgen, maar voor jullie is het één dag tussen. Dus gewoon weer woensdag. Dat hij er gewoon weer bij is. Weet je. Ja, ik laat daar gewoon een steek voor hem terug in de hoop. En dan gaan we deze boekje ook. Mag hij deze boekje, want dat is wel de benodigde informatie die hij nodig heeft. En dit is de TP-room. Oh, dit is vast nieuw. Ik ben benieuwd waar deze naartoe TP't. Ja. Dan sluit ik het ook gewoon bij deze video. Oh mijn god. Nou, dan sluit ik bij deze ook de video af. Ik vind het wel mooi geweest. Ik heb lekker veel geluld. En ik hoop dat jullie morgen weer bij zijn bij de Minecraft Week. Ik zeg morgen, ik bedoel, ja, weer woensdag gewoon weer bij zijn bij een nieuwe Minecraft Week. En wacht, ik zag dit. Oh, wauw. Ja, dat is nieuw. maar vond je deze video leuk, abonneer op mijn kanaal. En toen besloot mijn. Ja, opneemprogramma eventjes te stoppen bij de outro. Maar in ieder geval vond je deze video leuk? Abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie later. Doei!